Beste mensen, ja, het is fantastisch. Zal ik aftrappen of trapt u af? Trap voorbij af. Wacht even tot de vrachtwagen voorbij is gezet. Ja, een voorrecht natuurlijk om hier te mogen staan nu. Bij mevrouw Lecomte. Anneliese Lecomte. Heel mooi om in de positie te zijn om als burgemeester een rol te mogen spelen bij de opening van Bij Nummer 9. Een mooi nieuw bedrijf hier in Zuidland, maar ook in het bijzonder een mooi nieuw bedrijf gewoon in Nissewaard. Wat ook Zeker. Voor heel Nissewaard, of ik zou bijna willen zeggen, voor het hele eiland natuurlijk gewoon een rol gaat spelen. Want hier is perfecte catering te krijgen. Inspiratie opgedaan, ik begrijp, in Antwerpen onder meer. Maar vervolgens ook zijn er de ruimtes te huur, waar iedereen gebruik van kan maken. En ik zie hier al ontzettend veel mensen die natuurlijk dat massaal ook gaan doen, zodra het eenmaal echt geopend is. Dat kan niet anders, hè? Want alleen maar een glas champagne drinken, nee, daar kan het niet bij blijven. Daar komen natuurlijk. We niet voor. Dus het is natuurlijk gewoon ontzettend mooi. En ik vind het alleen maar leuk om hier te mogen staan en mooi om hier te mogen staan, omdat het ook van de zijde van de gemeente daarmee toch ook een stukje waardering uitstraalt. In het feit van, ja, we hebben gewoon ondernemers zoals u nodig. Die zorgen, laten we eerlijk zijn, die zorgen dat ons voorzieningenpeil een beetje op niveau blijft. Die zorgen dat de mensen aan de slag kunnen. Die zorgen dat er een beetje geld verdiend wordt. Dat ook andere bedrijven weer iets kunnen inkopen wat ze weer aan hun klanten kunnen laten zien. En dat hebben we natuurlijk als Nissewaard gewoon nodig nu, maar ook de komende jaren. En in het bijzonder ook hier in Zuidland. En ja, nou ja, dan komt alles bij elkaar. Ik ben onder de indruk van alle mensen die hier nu zijn. En ik denk, want u staat ook zonder jas, dat het misschien ook goed is om dit gesprek niet al te lang te laten duren. Maar wellicht wilt u zelf ook nog wat zeggen. Want het is uw bedrijf en het zijn met name ook uw mensen en wellicht ook uw klanten. Voordat we dadelijk naar de officiële handeling overgaan. Nou, allereerst wil ik iedereen ontzettend bedanken dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik ben heel trots, daar ben ik erop. Ik weet even niet wat ik zeggen moet. Wees welkom, geniet! Geniet ook gewoon van vandaag en het feit dat al deze vrienden, familie hier zijn. Dat er allemaal pers op afgekomen is. Dit is gewoon uw moment. Daar heeft u heel hard voor gewerkt. En dat is gewoon verdiend. En daarom ook dat ik het ook zo mooi vind om daar dan als burgemeester bij te mogen zijn. Nou, geweldig. Ik zou willen voorstellen dat we maar gewoon het lintje door gaan knippen. Zeker. Dat doen? Maar dan ga ik me toch bemoeien met de logistiek. Want ik vind eigenlijk niet leuk. We staan nu zo met twee deuren en dan staan de fotografen erachter. Maar dit moet natuurlijk gezien kunnen worden. Dus ik vraag u, kom naar voren toe. Gaan we het samen doen? Zullen we doen? Ja, dat is leuk. Niet te snel knippen. En dit is een bijzonder moment natuurlijk. Dus we moeten... 1, 2, 3, dan gaan we op bij nummer 9. Top, fantastisch. Dat u maar goede zaken mag hebben hier. En u ook als burgemeester. Daar ga ik hard aan werken. Hartstikke dank jullie wel. Fijne avond en heel veel plezier en veel geluk met jullie. Dank jullie wel. Ja, stoopwater is belangrijk. Ja.
einde. Ja, ja, daarom. Nou, als je gewoon dronken wil worden. Ja, en als je zon wil maken, dan moet je zo een paar aansluiten. Ik heb toch al voor twee mensen die denken van laten. Ja, ik ben ook iemand. Ja, ik ben te laat. Ja, ik moet geen appelsap.